Herkent u ze nog? In de kelders van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag liggen ze bij miljoenen opgeslagen. Ze zijn daar direct na ontvangst uit de 1016 gemeenten van ons land systematisch opgeborgen in van tevoren gereedgemaakte archieven, van waaruit ze in een regelmatige stroom verdeeld worden over de werkzalen. Nu reeds 9 maanden lang zijn gemiddeld 450 man bezig al deze formulieren te verwerken. Om zo snel mogelijk resultaten te verkrijgen, geschiet de sortering en telling langs mechanische weg. Daartoe brengen de bewerkers de gegevens van ieder telformulier over op kleine kaartjes, zogenaamde ponskaarten. Met speciale potloden plaatsen ze voor elk gegeven een streepje op de daarvoor bestemde plaats. Men heeft uitgerekend dat op deze wijze rond 400 miljoen streepjes moeten worden gezet. Na controle gaan de kaarten naar de pontmachines, waarin de potloodstreepjes worden omgezet in gaatjes. Deze Amerikaanse machines verwerken 6000 kaarten per uur volgens een vernuftig systeem dat berust op de toepassing van elektronenbuizen en de stroomgeleidende eigenschap van potloodgrafie. Nederland is het eerste land in Europa waar dit nieuwe systeem op grote schaal wordt toegepast. Zijn de kaarten geponst, dan gaan ze naar andere machines waarin ze gesorteerd worden. Deze reageren op de in de kaarten geponste gaatjes en sorteren en tellen de kaarten met een snelheid van 24.000 per uur, terwijl de uitkomsten geregistreerd worden op automatisch meelopende papierbanen. In de grootste van deze machines is 200 kilometer draad verwerkt. De papierbanen die uit de machines rollen worden vervolgens op de kopiezalen voor publicatie door de lichtdrukafdeling gereedgemaakt. Deze dagen zijn zo de definitieve resultaten van de woning- en gezinstelling voor een groot aantal gemeenten in de meest getroffen provincies klaargekomen en dagelijks volgen er andere.